Het was gewoon weer een nieuwe jongen. Er was niks bijzonders mee. Ja, hij was buitenlands. Maar ik wist niks over hem. Ik kreeg hem gewoon opgezadeld. Ik zie niet in waarom ik meer dan een ander de schuld zou moeten krijgen. Het eerste dat iedereen opviel was die pet. En je kon zien dat hij er een beetje verloren uitzag. En meester Tan was net met de presentie bezig. Gert. Ja, meneer. Paul. Ja. Ali. Ja, meneer. Stanley. Stanley. Met die orders, meneer. Leunis. Ja, luid en duidelijk. Hier is voldoende, Leunis. Sorry, meneer. Zegt u dat omdat ik een allochtoon ben, meneer? Je bent een autochtoon, Leunis. Accepteer dat. Karin. Ja, meneer. Dit zijn de mensen uit mijn jaar die je moet kennen. Steven, Paula, Stanley Pinto en zijn mattie, Leunis Bovens, de gangsters van de klas. Tenminste, dat is wat iedereen moet denken. Leunis is een wannabe. Hé, zeg je dat omdat ik een allochtoon ben? Ze doen net alsof ze gangsters zijn, maar het zijn meer maffe wangsters. Kylie. Oh, die is weg vandaag, meneer. Rafaella. Rafaella. Ze krijgt nieuwe tanden toch, meneer? Zo, dat werd hij. Ze lijkt net op een gorilla, man. Dank je, Stanley. Ze is echt takkoe. Lorna. Mijn beste vriendin Lorna. Haar kan ik alles vertellen. Hier, meneer. En dan zijn er nog een hele hoop anderen die de moeite niet waard zijn. Boris. Ja, meneer. Madonna. Mm-hmm. Rashid. Zendep. Yeah. Steven Hendricks. Ja, meneer. En dan was er vanochtend dus ook... Als Melas. Als Smol Wash. Huh? I smell hash. Ja, hash? Waar? Waar? Ben jij als Melas? Als Melas. Ja, goed. Ga daar maar zitten. Daar, zitten. En doe je pet af. Kom op, je pet af. Aars met hash. Leunis, ik waarschuw je voor de laatste keer. Wat? Jongeman, je mag hier op school geen pet op, hè. Pet af. Goed zo. Als Melas is nieuw. Hij komt uit Somalië. Sorry, ik bedoel natuurlijk Ethiopië. Karin, ik geef jou de opdracht om als Melas op zijn eerste dag te begeleiden. We maken hem een beetje wegwijzen. Ah, meester, moet dat nou echt? Ja. Maar hij kan niet eens normaal praten toch? Wat moet ik tegen hem zeggen dan? Ja, praat over het weer, Karin. En laat hem alsjeblieft niet na de eerste 10 minuten in de steek, wil je? Nee. Goed. Jullie hebben mijn eerste dag, omdat meneer Moody op cursus is. Oh. Ja, erg hè? Normaal dat jullie met handel en reizen in de geschiedenis zijn bezig geweest. Meneer Moody is zo vriendelijk geweest om wat aantekeningen voor me te maken. Dus. Historisch gezien heeft het reizen een belangrijke invloed gehad op de wetenschappelijke en culturele ontwikkeling. Ontmoeten we met andere culturen hebben een diepgaand effect op het Nederlands karakter gehad. De langdurige aanwezigheid van Nederland in Indonesië bijvoorbeeld was een duidelijk voorbeeld van zaken die natuurlijk. I smell hash. I smell something. Hey, Jopie. Hey man, waar is je speer? Hey, iets over leger doen man. Laat hem met rust, Stanley. Zoek je problemen? Nee. Ik ruik een aars. Stinker. Hij is een hoedenjong. Hij is een hoedenjong. Hij is een hoedenjong. Ken je dat soort figuren? Ze zijn de moeite niet waard. En die eerste dag zat Asmela's praktisch de hele les door
dingen op te schrijven, wat ik heel raar vond. Omdat ik niet geloof dat hij ook maar iets verstaan heeft van wat meester Tan zei. De osmose van de culturele synergie. En hij schrijft allemaal van die rare kriebelletters. Het is een soort mix tussen steno en hieroglyphen. Kefule rasu. Dergele rasu. Kefule rasu. Aardig man. Dergele rasu. Vreed man. Er was eens een vrede man die kwam logeren bij een aardig man. In een ander land. Om te zien wat er was en wat je ermee kon doen. Vanuit een zakelijk oogpunt. En hoewel aardig man weinig te eten had, deelde hij zijn eten met vreedman en leidde hem rond. De grote bibliotheek. Wow. Het wetenschapsmuseum. Ah. De haventonheide. Zo. En was in alle opzichten een goede gastheer. Maar toen werd de hemel steeds heter. En oorlogen begonnen uit te breken. En aardig man moest zijn land verlaten. En vreed man zei... Aardig man, ik ga sowieso terug. We kunnen samen reizen. En de twee mannen begonnen een lange reis. Zoals we allemaal op reis zijn. Samen. En morgen kunnen we samen mijn eten opeten. Het is makkelijker op die manier. En aardig man zei. Oké, zeker weten. En vreed van zij. Zeker, weet ik het zeker. En ze gingen samen zitten en aten het eten van aardig man. Ja, eten smaakt raar, man. Het is een traditioneel gerecht van mijn land. Het smaakt raar. Maar goed, bedankt. Laat rusten. En de volgende morgen pakten ze hun spullen en begonnen ze opnieuw aan hun reis. En het was heet. En de zon stond te bakken. En hun reis was een zware klus. Ze waren verheugd toen de avond viel en ze met lopen konden stoppen en een vuur konden maken voor de nacht. En die avond zei aardig man... Ik verheug me op het proeven van jouw eten, vreedman. En vreedman zei... Wat praat je? Waar heb jij het over? Heb jij geen eigen eten? We hebben gisteravond van mijn eten gegeten. Je zei dat we vandaag jouw eten konden delen. En vreedman zei... Wow, zeg! Dat heb ik nooit gezegd. Ik heb het jezelf horen zeggen. Ja, je bent vast verkeerd verstaan. Je kent mijn taal niet zo goed, weet je? Dus, zei aardig man... Nou, maakt niet uit. Ik heb honger, toch? Zou ik wat van jouw eten kunnen krijgen? En vreedman zei... Je kan wat van mijn eten krijgen. Als jij een van je ogen uitrukt. Waarom zou ik een van mijn ogen uitdrukken? Wat heeft dat voor zin? Hoe ben ik nou dat jij echt honger hebt? Je zou toch ook net kunnen doen alsof? Als jij een van je ogen uitdrukt, dan weet ik tenminste dat jij serieus bent. Dan weet ik dat jij geen profiteur bent. Dat je geen honger zit te faken. Dus, aardig man. Terwijl Vreedman erbij stond en toekeek. En ze deelden wat van het eten van Vreedman en legden zich te slapen voor de nacht. Tot ver in de 20e eeuw is de invloed van deze man. Dames en heren, van aanstaande donderdag bereiden we voor de hoofdstuk met 5 tot en met 7. Dus ik zit de hele dag met hem opgescheept. Ik moet hem wegwijs maken. Ah, kom dan. Daar is de bibliotheek. Bibliotheek. Daar is de techniekvleugel. Techniekvleugel. En dat is Raffaella Haverton met de nieuwe tanden. Velaton met tanden. En dat is meester Tieten. Meester Tieten. Ja. En dat is meester Spleetoog. Meester Spleetoog. En dat is meester Pijpen. Pijpen?
stoute jongen. Hè? Huh? Nou, laat maar. Waar kwam je nou vandaan? Vandaan? Vandaan. Ik kom hier vandaan. Waar kom jij vandaan? Abesha. Nee, uit welk land? Abesha. En wat voor weer is het daar dan? Weer. 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 Is het zon of is het regen? Weer. Zon. Er is veel zon. Hier niet veel zon. Nee, dat kan je wel zeggen. Hier niet veel zon. Het leek wel op hard werken na een paar minuten, dus ik heb hem gedumpt. Hey, luister, ik moet gaan. Ik heb afgesproken met Lorna. Lorna? Afgesproken met een vriendin. Doei. Doei. En ik ben Lorna echt tegengekomen, hoewel we het niet hadden gepland. En we liepen terug over het schoolplein en daar stonden Stanley en Leunis te lummelen met een pet. Ja, en wat doe je? En Asmella zegt de lul. Dankjewel. Jij moet gewoon voor jezelf leren opkomen als jij hier wil overleven. Wist ik veel dat hij een verdomde oorlog had meegemaakt? Echt niet. Ik vond alleen maar dat hij er een beetje maf uitzag, meer niet. Jongeman, wend af. Jongeman. Waar ga je heen? Terug kom hier. Jongeman. Jongeman. En hij loopt zo die poort uit en het duurt 3 dagen voordat iemand hem terug ziet, die spijbelaar. Is hij net de eerste dag op school, smeert hij hem de volgende 3. En die vrijdag brengt zijn Antilliaanse pleegma hem terug naar school. En ze staat bij de poort en ze schelt hem de tering waar iedereen bij staat. Jij moet gewoon in school blijven wat leren. En als die jou zeggen, pet af, dan zet ik pet af. Ik snap niet waarom jullie jongeren niet aangedragen. En mijn neef, als ik ooit van school weggeef, dan is hem een klap wat geven. De volgende morgen zetten Aardigman en Vreekman hun reis weer voort. Worstelden zich door de hete zon, pikten elke schaduw mee die ze tegenkwamen, ontweken kogels en marteling en dood. Door zo ver mogelijk van Aardigmans land af te raken, in de richting van het veilige asiel van Vreedmans land. En toen de avond viel en Aardigman vroeg om nog wat van Vreedmans eten te mogen delen. Toen zei Vreedman... Druk je andere ogen uit, zodat ik weet dat jij serieus bent. Zodat ik weet dat jij geen honger zit te faken. Dus, Aardigman... drukt zijn andere ogen ook uit. Terwijl Vreedman toekeek. En in de nacht sloop Vreedman weg. Omdat hij niets meer van zijn eten wilde delen. En Aardigman strompelde in het rond, stootte overal tegenaan en struikelde. En zette zijn reis al kruipend op zijn buik voort. Totdat hij uiteindelijk de schaduw van een boom tegenkwam. En hij klom in de takken omhoog om in het koele bladerdak te komen. En hij ging in een spleet in de stam liggen en viel in slaap. Hij werd 's nachts wakker van de zachte stemmen van de geesten die spraken over wat alleen zij weten. Over de geheimen van het heelal. Van machines die de zenuwen kalmeren. Van vogeltjes die weten over hun. En bomen die heilige geheimen fluisteren. En van een insect dat doet van. Zing. En planten die je beter maken. Planten die je beter maken. En hij hield zich muisstil, terwijl de geesten geneeskundige kennis uitwisselden van het soort dat alleen zij kennen. Voor maagziekte? Huh?
Harry Berry Wartel. Voor hersenziekte? Johannes Kruis. Totdat hij hoorde. Voor uitgerukte ogen? Amakazeblad. Voor liefdeskatzwijn? Vitamina C. Voor uitgerukte ogen? Het bloed van Damakase! En toen de ochtend kwam, zocht hij de Damakase-struik. Vond het. En wreef de bladeren eerst op één oog. En toen op het andere. En hij voelde zich een heel stuk beter. Juist. Nou, Asmelash is nu dus meestal aanwezig, maar hij is echt hartstikke stil en hartstikke sloom en hij praat met niemand. En Stanley en die gasten die lopen hem dus de hele tijd op te fokken. Eén keer, ik weet nog, ik stond net op de galerij bij het kantoor van de directeur om een briefje te laten tekenen, want mijn moeder die was hem weer eens vergeten te tekenen of zo. Die had het weer eens te druk met een nieuwe kerel. En ik zie Asmelash en hij heeft die pet weer op en de jager heeft hem al zo vaak gewaarschuwd. En leveren die pet. Neem me niet in de maling met een... met dat onschuldige gedoe. Ja, die pet weer op. En je begrijpt me heel goed. En leveren die pet! Niet van me. Afgelopen! Hebben we een paardenver met jou. Loop maar mee! Hendrix. Waarom ben je zo'n eikel? Ga maar zitten. Hier dat pistool. Maar snap meneer. Dank je. En jij, jonge dame. Het verbaast me om je alweer hier te zien. Oh, het is genetisch, meneer. Ja, ik heb gewoon hele slechte genen, meneer. Ik kan er niks aan doen. Rustig blijven zitten. Wanneer de directeur naar buiten komt. Vertel haar maar waarom ik je hier naartoe heb. Jij moet die pet dumpen, man. Die is het gezeik niet waard. Nee, van mij. En mevrouw Barneveld komt naar buiten en die neemt die pet gewoon in beslag. En die nerd van de Hendrix, die zit erbij te grinniken. En Asmelash, die flikt hem, man. Die begint op hem in te beuken. En mevrouw Barneveld komt weer naar buiten en die schorst ze allebei. 3 dagen. En aardig man zet zijn reis voort. Nu hij weer kan zien. Totdat hij in een ander land komt. En daar, toen hij de nacht wilde doorbrengen, ging hij bij de deur van een gigantisch huis. En zei... Zou ik misschien wat te eten kunnen krijgen? En een bed voor de nacht? En de vrouw des huizes zei... Natuurlijk. Deze kant op. En hij ging hem op stro liggen voor de nacht met een stuk plat brood en wat kaas. Maar de hele nacht hoort aardig man een vreselijk gehuil. En de volgende ochtend vraagt hij wat het was. En de vrouw des huizes zegt... Het is mijn dochter. Ze is vreselijk ziek. Ze heeft een maagziekte. Voor maagziekte? Berrywortel. Dus hij zegt... Breng me bij haar. Zoek wat berrywortel. Berry. En ze vinden het. En hij geeft het aan haar. En ze is onmiddellijk genezen. En het eerste wat ze ziet als ze genezen is, is haar redder. Dus Aardigman werd zeer welkom geheten in wat het huis van de koning bleek te zijn. Breng me daar! Zo was het wij!
En om een lang verhaal kort te maken, hij en de dochter, die Carina heette, gingen trouwen. Met veel ceremonieel. In aanwezigheid van haar vader, de koning. En de koning gaf Aardigman een baan als apotheker-generaal. Apotheker-generaal? Apotheker-generaal. En ze leefde nog een paar jaar gelukkig. In de voorjaarsvakantie. Ik zit met Lorna op een container en we delen een peuk. Wie zet ik bij jouw naam? Max. Max. Echt niet, ik dacht dat jij daar overheen was, joh. Vergeet het maar. Die gozer is gestoord, die staat op een Stanley Pinto en die gasten. Hij is sexy. Ik val op zijn korte benen. Rafaella Havertong, die zei dat ze hem laatst uit het kantoor van juf Bokshoorn heeft zien komen. Nou, dat is hij maar psychisch. Dat kan me niet schelen. Misschien plast hij wel in bed en maakt me niet uit. Ik val toch op zijn korte benen. En nou zijn echt mijn trekjes aan de beurt, hoor. Echt niet, ik heb hem nog geen minuutje, hoor. En wie komt daar dan net de hoek om lopen? Als Melas. Hoi. Hallo. Je wilt hem afkezen. Ah, niet joh. Echt wel, hij loopt toch altijd in zijn eentje te sippen. Het komt omdat Stanley en die gasten de hele tijd lopen op te fokken. Dat is alles. Nou zijn echt mijn trekjes aan de beurt, hoor. Nou, volgens mij is hij een beetje psychisch. En Rafaël de Havertong, die heeft hem ook wel eens in zichzelf voor gepraat. Een soort gewauwel was het. Maar volgens mij heeft hij hulp nodig. Dat is waarschijnlijk gewoon zijn taal. Wat? Gewauwel? Je weet wat ik bedoel. Dus? Wat ga je nog doen? Weet ik veel. Hangt er vanaf wat mijn moeder zegt, toch? Ga jij nu met die gasten de stad in? Zou kunnen. Die gasten, die halen me sowieso de keel uit. Hoi. Hoi. Asmelas, toch? Goed, je zegt goed. Asmelas. Asmelas. Zeg, ik ga even naar de winkel wat te drinken halen. Wil je ook wat? Niks nodig of zo. Jouw buurt? Nee. Nee? Ja. Ja. Ja, nee. Snap jij nu wat ik tegen je zeg? Nee. Ik weet dat jij echt de helft van de tijd niet snapt van wat wie dan ook de helft van de tijd tegen jou loopt te lullen, toch? Woon jij hier? Ja. Ja? Met je vader en moeder? Niet hier. Moeder, niet moeder. Zij pleegmoeder. Oh, dus jouw echte moeder is nog in Ethiopië? Ja. Ik ben vluchteling. En mis je er dan? Ja. En vind je het dan leuk op school? Nee. Niemand vindt het echt leuk op school, toch? Ik school niet leuk. Ik neem dat niet leuk. Deze stad niet leuk. En pleegmoeder niet leuk. Hey, rustig maar. Ik vroeg het alleen maar. Niks leuk. Nou, kom op. Zo erg kan het niet zijn, toch? Wat schrijf jij altijd met die rare letters? Amarisch. Amarisch? Ethiopisch schrijven. Maar wat schrijf je dan in dat boekje? Nou, niks, niks. Kom op, vertel. Dat is niet belangrijk. Hoe weet je dat nou? Mas niet! Eerst zie ik jou aan de kop en je gaat spelen! Ik moet gaan. Is dat soms je moeder? Het is zijn pleegmoeder. Mas Nilles! Kom hier! Kijk je poot af, anders storm ik je halen! Ja, die is echt raar! Hij is oké. Okay. Oh nee. Ze vindt hem leuk. Niet. Wel, je vindt hem leuk. Nou, echt niet. Oh, echt wel? Je zit te blozen. Lorna, niet! Wacht maar, tot...
En toen ik hem die dag op het pleintje was tegengekomen, had ik medelijden met hem. Maar hij leek zichzelf voor zichzelf te houden alsof hij een soort kluizenaar was. Je hebt mensen die ervoor kiezen om kluizenaar te zijn. Toch? Om wraak op Lorna te nemen, ging ik een paar weken later, op een zaterdag, naar de film met Max. Hey! Hey Max! Hey schat! En we liepen terug naar de bioscoop. En natuurlijk probeerden we het in de bioscoop, maar hey, ik wilde er niks van weten. Schattige been of niet. En ineens was daar een vrouw met een jong kind op haar armen. Ze had een soort bordje met helpende vluchteling uitweer. Echt zielig. En terwijl wij langslopen, stopte zo'n groepje van die jonge gasten voor de neus. En we spugen zo in haar hand. Nou, ik had hem zo zitten, waarom deden ze dat dan? Klootzakken, roep ik. Wat heeft hij jullie nou ooit gedaan? En Max die houdt me tegen en die zegt... Kom nou, Karin, wil je? Ze kijken onze kant op. Kom op, wegwezen. En in de metro zeg ik tegen Max, jij was echt een grote jongen daarnet, vind je niet? En hij zegt... Ach, ze is vast sowieso nep, dan weet je maar nooit met dat soort mensen. Dus ik zeg, wat dan nog, als ze nep was? Wat maakt het nou uit of ze nep was? Het kan gewoon niet om mensen zo te behandelen. En ik dacht aan Asmelas. En ik dacht dat hij misschien wel op straat terecht kon komen, als het hem allemaal niet zou lukken. Met gemak. Hij heeft geen steun, geen backup, hij is helemaal alleen hier. Met die pleegmoeder van hem. Ik wou dat ik wist wat ik moest doen. Dus, Aardigman leefde gelukkig. Met zijn nieuwe vrouw, in zijn nieuwe huis. Op een dag werd op de deur gekrast. En het was Vreedman. Maar het leek alsof het noodlot bij hem had toegeslagen. Hij deed nauwelijks omhoog, terwijl zijn bedelbakje uitstak en mompelde. En geef een klein geld over uit de brief. Toen Aardigman zag wie het was, flitste er eerst boosaardige gedachten door zijn hoofd. Zijn oude reisgenoot en vertelde hem in de volgende dagen het hele verhaal van zijn genezing. En nou ben jij rijk. En gelukkig. En je hebt een beeldschone vrouw. En zwanger. Een zwangere beeldschone vrouw. En een schitterend huis. Aardig man. Jij moet mij helpen. Ik heb jou immers ook geholpen. En als ik jou niet geholpen had, had jij dit alles nooit gekregen. Als ik jou niet geholpen had door je ogen uit te laten rukken, had je die geesten niet ontmoet, je had je vrouw niet ontmoet, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Rust maar, Vreedman! Ik zal je helpen, als ik kan. Natuurlijk doe ik dat. Ruk dan mijn ogen uit. Wat? Nee, geen discussie. Ruk mijn ogen uit en wijs me de boom waar die geesten wonen. Ja, meneer. Dat... Doe het voor het ding, Leijan! Gewoon door! Kijk inderdaad. En dus, aardig man, ruk de ogen van Vreedman eruit, omdat hij het vroeg. En wijst hem de weg naar de boom van de geesten. En Vreedman kroop hijgend naar de boom toe. Kwijlend en dromend van al het geld dat hij zou gaan verdienen. Van de opslag van de natuurlijke medicijnen van de geest. En toen hij daar aankwam, leed hij dankbaar naar boven in het koele bladerdak en viel in slaap. En hij werd 's nachts wakker van de zachte stemmen van de geesten die spraken over wat alleen zij weten. Over de geheimen van het heelal. Over machines die de zenuwen kalmeren. Over het en
bomen die heilige geheimen fluiten. En planten die je genezen. Voor maagziekte. Harry Berry Warden. Voor hersenziekte. Johannes Kruij. En Vreedman was zo opgewonden. Zo overgekookt door het vooruitzicht op zijn toekomstig geluk. Alle medicijnen waar hij patent op kon aanvragen. En de miljoenen die hij zou gaan verdienen. Dat hij zich niet kon beheersen. Langzamer verdomme! Schreeuwde hij. Ik moet al die troep toch kunnen onthouden. Anders verdien ik geen cent aan. En ze werden langzamer. Ze stopten. De boom werd stil. Je kon een spel doorvallen. Hey. Waar is iedereen? Jongens! Dat is maar een geintje! Ik bedoelde er niks mee! Jongens! Geesten, jongens! Waar zijn jullie? Ik heb jullie nodig! Laat me jullie hangen! Eind van het schooljaar, na de proeftentamens. We hebben het eerste uur staatsinrichting met meester Tan. Zijn makkie ging over maatschappij. Als men was er niet. Iemand zei, de maatschappij bestaat niet. Wat betekent dat? Zijn we alle verbonden met onze medemens of is het iedere man voor zich? Ja, of vrouw, meneer. Of vrouw, dank je Leunis. Raffaella, wil je alsjeblieft ophouden met het spelen met je nieuwe tanden? Dat is onhygiënisch. Kijk, wat is belangrijk? En wie is belangrijk? Nou, ik denk dat je familie belangrijk is. Ja, als het erop aankomt, dan zijn ze toch alles wat je hebt. En hoeveel familieleden? Broers en zusters? En pa en ma. Nou, we zitten met neven en nichten. Ja, neven en nichten. Achterneven? Nou, dat weet ik niet. Hoe zit het met buren en vrienden? Maken zij wat uit? Zijn we alle verbonden met ze? Ja, ik denk het wel. Een soort van. Ja, je praat onzin, joh. Er is maar één ding die uitmaakt. Stanley, het is nergens zo nodig om zo agressief te zijn. En dat is geld. Typisch! Geld betekent helemaal niks als je geen liefde hebt. Doe niet zo sof. Liefde betaalt de huur niet, of wel? Dat bedoelt ze toch helemaal niet? Oh ja? Laten we allemaal de perfecte gezinnetjes spelen. Stanley! Ja, alleen maar omdat jij er nou geen hebt. Sommigen hebben die shit helemaal niet nodig. Leunis? Nee man, ik heb ook nog wat nodig. Stanley, Lorna en Leunis, we dwalen af van het thema. Helemaal niet, meneer. Dit is precies het thema. Ik zorg al voor mezelf sinds wanneer ik 13 was. Ik heb niemand nodig. Nee man, ik heb toch ook niemand nodig? En dat komt alleen maar omdat ze geen pleegouders voor hem kunnen vinden, hoor meester. Niemand wil hem. De enige manier om in dit land pleegouders te krijgen, is om gewoon zomaar bij de grens te gaan staan en te wachten. Ja toch, ze krijgen toch alles. Leuk werk, leuke flat, geld. Pleegouders, luxe leventjes man. Vluchtelingen, gaat het hier over vluchtelingen? Nou, voilà. Ik denk dat je erachter gaat komen dat asielzoekers die naar dit land komen, helemaal niet mogen werken. Van 38 euro in de week moeten leven. En vaak wordt een dossier niet binnen 2 jaar afgehandeld. Dat slaat allemaal nergens op, man. Maatschappij. We hadden het over maatschappij. Voor wie zijn wij verantwoordelijk? En dan gaat de bel en iedereen gaat weg. En aan het eind van de pauze zie ik Asmelas in het lokaal bij mijn plek. En hij ziet er een beetje schichtig uit. Wat doe je? Niks. Pep, pep. Mijn verhaal afgelopen. Wat zeg je? Mijn verhaal afgelopen. En ik dacht dat hij nog raarder was dan normaal. Maar ja, ik moest naar het praktijklokaal. Dus ik zeg, mooi, zie je later. Misschien. En ik kom buiten. In de pauze. En er staat een hele grote groep met mensen. En iedereen kijkt omhoog. En daar staat hij.
En meester de jager die komt als een speer naar buiten en dan duurt het iets van 10 seconden. En als Mella springt en het is net slow motion. Dat was het dan. Meer weet ik niet. En de volgende ochtend ging Aardigman en zijn vrouw paardrijden. En toen ze bij de boom aankwamen, werden ze begroet door een afschuwelijke stank. En toen ze dichterbij kwamen, vonden ze de kleren van Vreedman. Maar geen lichaam. Alleen een spoor van kleverig bruin slijm. Net hondendiarree. Arme, vrede ouwe. Zei Aardigman. Hij heeft het nooit echt begrepen, hè? Asmelas. Mijn vraag aan jullie is, behalve dat je dat hebt gezien, waar dit stuk volgens jullie over gaat. Gaat het over pesten? Nee. Zei je dat? Nee. Ja, waar heb je dat gezien? In Asmelas. Asmelas was gepest. Ja, okay. Wat vind jij? Een ander? Een ander minderwaardig behandelen. En dan wordt wie minderwaardig behandeld? Asmir. Ja. Wat heb jij gezien? Oneerlijkheid in de wereld. Oneerlijkheid in de wereld. Heel mooi. En kan je dat uitleggen? Ja, zoals Vreedman bij Aardigman deed. Zoals Vreedman bij Aardigman deed? Ja, en Asmir. Die werd gepest en een beetje achterwege. En Asmelas werd gepest en een beetje, ze liet hem een beetje links liggen. Ja. Bedoel je dat? Asmelas die springt van dat dak van de school af. Wie zijn schuld is dat nou? Van die kind, van die... Ja, zeg maar. Die van zichzelf en die van Karim. Oké. Is het alleen haar schuld en zijn eigen schuld natuurlijk? Nee. Dat die school kan niet zitten. Maar die zat een beetje te ziek en zo. Je bedoelt die gangsters? Ja. Nee. Maffe wijnsters. Kom dan. Waarom is het hun schuld? Ja, ze zaten van begin af aan een beetje te ziek en zo. Zeg het eens tegen hun. Jullie zaten te zieken. Het is gewoon een geintje, man. Dat is nou een probleem. Die mannetje doet zielen. Die sprong zelf. We hebben toen niet gezegd dat hij van het dak moest gaan springen. Ja, dat is toch zo? Dat is toch een geintje? Klopt dat? Ze hebben toen niet gezegd dat ze van het dak af moeten springen? Dat klopt. Dat hebben ze niet gezegd. Als ze niet zouden pesten, zou het doen. Als ze niet zouden pesten, dan? Dan zou hij het niet gedaan hebben. Ja? Wel zo'n groot eentonnige gebeurd in zijn thuisland veroorlogd. Hij wat? Ja, zijn stiefmoeder en de oorlog in zijn thuisland. Heel zijn leven was aan het. Zijn stiefmoeder? Die stiefmoeder is ook schuldig. En zijn thuisland, die oorlog in zijn thuisland. Ja. Wat we gaan doen, is het volgende. De acteurs gaan zometeen de eerste scène van het stuk opnieuw spelen. Waar is Karin? Ja.
als je nou, ik had jullie helemaal aan het begin gevraagd, wat zou je doen als je in haar situatie was? Let op haar. Als je nou denkt, als ik in haar situatie was, zou ik nu iets heel anders gedaan hebben, dan roep je stop. Dan stopt de acteurs meteen met spelen. Dan komt er een soort pauzebeeld, zoals op een dvd-speler. Op dat moment mag je naar voren komen en de plek van Karin overnemen en gaan doen wat jij in het echt zou doen. Helder? Neem je plek in. Karin, ik geef jou de opdracht om Asmenas op zijn eerste dag te begeleiden. Maak hem een beetje wegwijs, wil je? Ah, meester, moet ik nou echt? Ja. Ja, maar hij kan niet eens normaal praten, toch? Wat moet ik tegen hem zeggen dan? Stop. Wie riep me stop? Kom naar voren. Jairo, ik geef jou het opdracht om Asmenas op zijn eerste dag te begeleiden. Maak hem een beetje wegwijs, wil je? Jairo? Asmenas. Goed. Jullie hebben mij eerst vandaag handel en reizen, rustig pinto, spullen pakken en aantekeningen maken. Historisch gezien heeft het reizen een belangrijke invloed gehad op de wetenschappelijke en culturele ontwikkeling. Ontmoetingen met andere culturen. We hebben een diepgang. I smell ash. I smell something. Hey. Gedraag jullie naar mij, oké? Wat doet Jairo, dan wil ik het goed zeggen, Jairo nou anders dan dat wat Karin doet? Ja. Hij komt voor hem op. Hij komt voor hem op. Hoe doet hij dat? Om te zeggen tegen zijn Matties om te stoppen. Dat hij zegt tegen Matties om te stoppen. Oké. Heb je dat over voor iemand die net nieuw is in de klas? Ja? Altijd, maakt niet uit wie dat is. Dus iemand die net nieuw is, die ontvang je met open armen. Misschien niet. Dat vind ik interessant. Jij zei ook zo van, misschien niet. Kan je dat uitleggen waarom? Nou, als je anders dan uit ziet, ga je wel denken wat er aan per persoon. Als die anders er anders uitziet. Als die anders uitziet, dan ga je wel denken wat een raar persoon. Dus dan ga je misschien minder snel daar naartoe. Jij zei ook, Jij zei ook misschien niet. Kan je dat uitleggen? Nou, want misschien mag je me in het begin niet. Misschien mag je me in het begin niet. Dus je doet het niet altijd. Oké. Uiteindelijk, Karin krijgt de opdracht om hem rond te leiden. Oké, Sander, meteen al in het begin. Jij zou het anders doen. Laat het zien. Techniek play. Techniek. Maken. Maken? Dingen maken. Dingen maken. Ja, boren, hout zagen. Nee, niet. Blinken. Beetje, met knutselen en zo. Knutselen. Ja? Ja, zagen en hameren. Ja, maar doe je die pen. Nee, geef terug. Hoe? Dat is niet dat. Zo laat hem het drinken. Doe niet de vlag, man. Jij doet het dan niet. Soldaat is geweest en dat het gewoon een baret is die op had in de oorlog. Ik ben wel soldaat, voor die kindsoldaat, maar. Een soldaat? Wat denk jij? Maar misschien is dat het enige dat ze nog over is uit zijn oude andere land. Jij denkt dat het enige is dat over is uit zijn oude land? Vraag het gewoon. Jij? Of hij is van zijn vader geweest? Wie wil het vragen? Ik? Nou, vraag het dan. Waarom? Jij? Twee lettergrepen. Draag jij een pet? Waarom draag jij pet? Ja. Van mijn vader. Ah, nee, oké. Zeg genoeg, hè? Genoeg, ja? Nee. Waar jouw papa nu? Vader niet meer hier. Is dood in oorlog in Ethiopië. Hij is dood. Sterkte.
Sterkte. Papa, heel sterk. Wat zijn we eigenlijk aan het doen? Hoe moet hij zich voelen? Zich beter voelen, zich normaal. Zich goed. Zich thuis voelen. We proberen hem te laten thuis voelen. Klopt dat? Is dat zo? Dat is belangrijk, dat je je op je eigen school thuis voelt. Ik heb een stelling. Het is belangrijk dat je je op je eigen school thuis voelt. Als je het ermee eens bent, steek je nu je hand op. Het is belangrijk dat je je op je eigen school thuis voelt. Als je het ermee eens bent, steek je nu je hand op. Als je denkt, ach, wat de hel, maakt allemaal niks uit. Dat steek je nu je hand op. Oké, dus het is belangrijk. Dus we moeten hem thuis laten voelen. Ik wil nog even naar de allerlaatste scène. Waarin Ashmelash het boekje onder de stoel legt van Karim. Want daar had ze hem ook niet in de steek moeten laten, hoorde ik jullie zeggen. Helemaal in het begin. Dus, laten we die scène nog een keer bekijken. En als je denkt, Karim moet het echt anders doen, dan roep je stop. Is dat zo? Wat doe je? Niks. Geef het. Stop. Stop, hier heb je stop. Kom. Geef een groot applaus. Super! Waarom leg je dat boekje daar? Mijn verhaal afgelopen. Hoezo? Nederland. Niet leuk. Waarom niet? Is moeilijk. Waardoor? Waarom? Ja, waarom is moeilijk? Nee, mensen gemeen niet goed. Maar je bent wel. Voor wennen? Wennen. Dat je hier je plek vindt. Plek? Met wie? Met vrienden. Welke vrienden? Ik. Oké. Die pet mag je niet opzetten, is geen les. Als je het wil. Wil je weten wat dit boekje is? Ja. Het is een kleine stuk. Oké. Kefule Rasu. Dergele Rasu. Kefule Rasu. Aardig man. Dergele Rasu. Vreed man. Er was eens een vrede man die kwam logeren bij een aardig man. In een ander land. Om te zien wat er was en wat je ermee kon doen. Vanuit een zakelijk oogpunt. En hoewel aardig man weinig te eten had, deelde hij zijn eten met Vreedman en leidde hem rond. Schrijf je verhalen. Hier is een verhaal uit Ethiopië over hoe mensen elkaar behandelen. Beter dan hier? Nee, Vreedman overal. Maar heb je het zelf meegemaakt? Nee. Liam loopt terug langs, dan zie ik jullie praten, je hoort ook wat. Zeg maar wat je wilde zeggen. Hij zei dat Vreedman overal is. Ja, maar aardig man. Aardig man is ook overal. Is ook overal. Ook in Nederland. Hij is ook aardig. Hij is aardig. Hij is ook een vriend. Ah, ja. Ik ben ook aardig man. Is het een vol? Jij gelijk. Het is niet slim. Vrienden. Wij vrienden? Ja, ik niet. Dat was niet. Brassa. Jij weet wat Brassa is? Brassa? Brassa is knuffel. Ja, applaus. Het laatste wat ik nog met jullie wilde doen.
waar we komen en vragen we aan jullie hoe je vindt dat je onderling op deze school met elkaar om moet gaan. Dus onderling, de leerlingen onder elkaar, maar ook de leerlingen en de docenten. En ik weet dat er overal regels zijn en gedoe, maar ik wil weten van jullie hoe jullie vinden dat er met elkaar omgegaan moet worden. Wie weet het? Jij achterin met, ja, jij, roze t-shirt, jij. Respectvol. Ari. Ik vind dat badges en mp3-spelers, et cetera, toegestaan moet worden in de klas. Ja, vind ik ook. Dus mp3-spelers en? Petjes en alles, het moet wel toegestaan zijn, maar niet in de klas, maar wel op de gang. Of op het schoolplein. Als je met de docent in gesprek bent, dan is het wel zo beleefd om ze af te doen. Maar wel beleefd doen, op een beleefde manier. Dus als je in gesprek bent, zet je hem af. Wat vind je? Nou, kijk, petten en zo in de gang, dat is op zich niet zo erg, maar als iedereen hier maar loopt te bellen in de gang en met iPods op loopt, ja, vind ik dat niet echt. Oké. Dus het is misschien met een hele, misschien moet die tussen haakjes. Oké, ik wil een andere horen, een andere. Hoe moet je met elkaar omgaan? Volgens mij heb ik gewoon gehoord, je moet beleven met elkaar omgaan, maar dat is wel moeilijk, hè? Wat zeg jij? Als oké, dat is een heldere. Dat ze jullie behandelen zoals ze zichzelf behandelen. Ja. Oké, ik zie nog 3 vingers. Alleen nog 4. Alleen die 4 nog. Ja. Dat ze niet naar je uiterlijk moet kijken, maar je persoonlijkheid ook een kans moet geven. Ja. Dus dat iedereen niet op uiterlijk moet beoordelen, ja. Maar op persoonlijkheid, karakter. Heb je die maar? Oké, ik wil jullie heel hartelijk danken voor jullie grote inbreng. Wil ik jullie nog even... Abba in Tejaro.